Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft nog weinig last van bewolking, maar boven België liggen wel wolkenvelden klaar en er vallen ook een paar lichte buitjes. Die wolkenvelden blijven voornamelijk boven België, af en toe ook boven Zuid-Nederland, maar verder is het in de ochtend vrij zonnig. Die wolken boven België gaan wel ontwikkelen tot dikke stapelwolken en in de loop van de middag vormen zich daar een aantal stevige buien en die kunnen ook het zuiden van het land bereiken. Daarbij is kans op onweer, hagel en in korte tijd veel regen. De buien hebben wel een lokaal karakter en het is warm in het zuiden, 29 graden. Vanavond breiden de buien zich wat verder uit over het land en het blijft broeierig, benauwd met temperaturen dik boven de 20 graden. En ook in de nacht koelt het maar langzaam af. Buien in de nacht, die trekken je morgenochtend geleidelijk aan weg, dan wordt het droog. En breekt de zon door. De buien op het kaartje zijn dus echt voor de ochtend weggelegd. 22 tot 28 graden, gewoon weer een zomerdag. Zaterdag opnieuw zomers in het zuidoosten. In de rest van het land iets minder warm. Een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Zondag neemt laat op de dag de kans op buien weer toe. En daarna stroomt echt wat koelere lucht het land binnen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.